Steve Koppaert, we staan naar de match tegen Cercle. Hoe heb jij de match beleefd? Ja, het was een intense wedstrijd. Ik denk de sfeer rond. Wisten we dat ging gebeuren. De sfeer rond de wedstrijd was misschien precies wel wat belangrijker. En ik denk dat dat wel een beetje invloed gaat heeft voor ons ook persoonlijk. Ik denk dat we ook geen gemakkelijke week achter de rug hebben. Met al het lezen en het zien wat er gebeurt. Maar ik denk dat we al bij al ons best proberen doen hebben. En die 3 punten proberen te pakken thuis. Want je weet dat je toch voor de supporter speelt. En spijtig genoeg is dat niet gelukt. Maar we hebben toch alles gegeven daarvoor. Ja, het is zeker een moeilijke ploeg om tegen te voetballen. Goed georganiseerd. Ja, met een 5-mans-defensie. Vandaag terug hier op Antwerpen. Dus het is moeilijk te ontwrichten. Ik denk dat we misschien wat te weinig gecreëerd hebben om echt een doelkans of een doelpunt te maken. Maar ik zeg het, al bij al houden we ook weer die 0 van achter. En dat is toch weer een pluim naar de ganse ploeg. Ja. En hoe kijk je nu naar de rest van de tweede periode? Ja, we beginnen met volgende week terug. Hè. Gewoon match per match zien en volgende week terug aanvatten. Ik denk vrijdag op Leuven. Dus toch weer een moeilijke uitverplaatsing. Maar ik denk, dat staat nog allemaal samen. We zijn de tweede speeldag en je moet volgende week weer misschien die eerste overwinning maar een keer gaan pakken of verplaatsing. Ja, vanuit de defensie dan wil je dan proberen te creëren wat jullie nu wel goed verdedigd hebben, maar dan volgende week misschien meer kans proberen te creëren. Ja, je weet automatisch dat je op verplaatsing ook niet echt gaat de organisatie lopen. Ik denk dat je een beetje moet de aanpak pakken van Cercle Brugge zoals vandaag. En proberen te speculeren op die 1 of 2 kansjes die je gaat krijgen buiten huis. En daar moet je eigenlijk wel een doelpunt uitmaken. Oké, dank u wel. Veel succes.